gaan vandaag weer even verder met strandjes verkennen. Kijk nou hoe lief dit is. Goh. Maar hier is het echt een strandje waar we heen gaan. Even kijken. Hey, wat leuk. Super cute. Lekker vibe. Wat vind jij? Ja, ik vind het dus super leuk. Want je kunt hier lekker snorkelen en een mooie visje gezien. Mooie kliffen waar je onder kunt duiken. Je vindt het zelfs zomaar dat je je nieuwe shirt aan hebt gedaan. Nou, dat is ook een beetje voor mama. Hè? Oh, dat is ook een beetje voor mama. Dat is waar ook. Maar, cijfer? Ik vind het wel een 5. Zo! 5 uit 5. Dus dit is perfect voor jou. Mm-hmm. Wauw. Nou jongens, jullie horen het. Ze krijgt echt super goede reviews. Ik zal nog even de omgeving filmen. En hier staat onze nieuwe, auto. Die hadden we dus al, maar die was de hele tijd kapot. Echt een rachtbak. Kijk eens even hoe goed die binnen de lijntje staat. Wie reed er? Le Mans. En dan is dit zo hier je uitzicht. En dan ligt dus daar achter ligt het. Superleuk. Another day. Another bouwmarkt, tuincentrum. Dit is een buitenkeuken, zodat je niet meer binnen moet koken, omdat het natuurlijk van alles warm is. En het is gewoon fucking chill om naar buiten te doen. Alleen ze hebben overal alleen maar hele grote barbecues. En we moeten ook pitjes eigenlijk om iets te kunnen coasten. Koken. Dus we moeten nog even kijken wat dat gaat worden. Ja. Een soort urinoir. Wil je die hebben? Ja. Kijk nou, wat goor. Wie doet dit? Dit verkoop je natuurlijk nooit. Want we gaan mijn moeder ophalen. Die is een paar dagjes in Nederland geweest, want ze moest werken. En ik kom ze weer terug. Dus dat is gezellig. Wat grappig dat wij nu mensen in het buitenland ophalen van het vliegveld, zeg maar. Normaal haal je mensen alleen maar op in Eindhoven. Of weet ik wat, omdat ze dan terugkomen van vakantie. Maar wij halen nu mensen op ons airport in Malaga. Als de bewoners van... Wat vinden we van dit plan van Maarten? Laat maar gaan. Geen commentaar. Kijk, ik zie het. Dus een voedselbos aanleggen. Die heeft hier een clubje gevonden met mensen die ook een voedselbos hebben. Dan kunnen ze elkaar een beetje helpen. Dat was een call vergeten. 6:10 kunt ik met mijn voedselbos praten. En dan zitten we hier dus met z'n allen. We zijn in Nerga vandaag. Ik zou naar Marijn, want Marijn vond het ook heel leuk hier. Hallo mam. Hi lieverd. Poes. Hey, poesie. Super leuke bloemetjes hier allemaal. Kijk nou toch eens even. Ik moet eentje verder. How beautiful. Jongens, je zou hier maar wonen. Zo, aan het strandje. Super schattig. We hebben dus nu eerst met dat ding hebben we gezocht of er water hier ergens op het land zit. En dat doet hij dus gewoon vanaf een foto. Of Google Maps of zo. Dan kan hij dus daar de energie al vandaan lezen. Met dat ding. En dan lopen we er dus nu naartoe. En dan heeft hij nog een tweede manier om te checken of daar echt water zit. Vierde. Vierde. Zo.
Mira, va a ser así. Kijk naar zo. Agarra a ti. Cuando llegue allí, hacen. Here's right. You put it in front. No. Ya. Ahí ya está. Okay. El dedo gordo quitado. Ahí ya está, ya está. Ya está. A ver. ¿Cómo vas a estar? El dedo gordo. Así, correcto. Vámonos. Geweldig dit. Die dingetjes die blijven dus een andere kant op. Nota que ya se cierra sola. You notice they go closer? Ja, I do nothing. But they move, no? Ja, they move. Ja, they move. Oh, wow. Walk slower. Die dingen bewegen dus zonder dat Maarten iets doet. Oké. Not algo. Ja, kijk, hier zit het ook. Ik kan niet hoeveel voelen, hoe diep. 40. Dile que capaz que los en el suelo son 10 metros. She thinks 40 feet. Oh. Maar dan gaat het hele terras eraan. Ja, 1 meter, hoor. Kijk, dan draai je dingen terug. 4 meter. Hier is die kerel, 24 meter. Niet normaal. Ja. Echt zoiets vets meegemaakt. Ik plak hierna even de beelden erachteraan. We willen dus een waterput, omdat we hebben nu ons water komt vanuit een riviertje, maar daar hebben we niet echt recht op. En als er geen smeltwater komt vanuit de bergen, dan hebben we dus ook geen water. En dat is hier natuurlijk best wel belangrijk. En ja, elke keer naar beneden rijden of zo voor flessenwater. Het gaat dan ook echt om douchewater. Water om de planten mee te kunnen bespuiten. Dus het is gewoon best wel belangrijk hier. Dus we wilden een put laten slaan. Dus dat je gewoon een hele diepe buis naar beneden. En nou, een put. Je kent het wel. En is er een mannetje geweest. Echt een super oud mannetje. En die had al van tevoren met zo'n pendel. Dat is zo'n draadje en dan hangt daar zo'n kristal aan. Had hij even boven de Google Maps foto's van ons land. Had hij al even zitten kijken van oké, waar gaat mijn pendel draaien? En dan zit daar waarschijnlijk water. En dan loopt hij daarna, lopen we daar naartoe. En dan kun je dus met stokjes, mag je ook ronddraaien. En dan mag je met stokjes, en dan als de stokjes naar elkaar toe draaien vanzelf. Dan zit daar water. En dan stapt hij nog met zijn voet op de grond. En dan kan hij ongeveer weten hoe diep het zit. En dan gaat hij het voor je drillen. Dus echt super cool. Hij heeft nog nooit gehad dat het mislukt is of wat dan ook. Ja, iedereen moet er natuurlijk een beetje in geloven. Je kunt zeggen het is geluk en overal zit water in de grond. Ja. Oké, okay, maar we hebben het allemaal zelf ook mogen proberen. Want hij zei ook van ja, anders geloven mensen me niet. En ik kan heel veel laten zien en praten. Maar ja, je moet het gewoon zien. Dus dit was echt gewoon heel erg cool. En ja, ik laat nu even de beelden zien.